Dit is het afleveringsscherm van GreenOak. Bovenin valt de zone van de zoekfunctie van GreenOak meteen op. Hier kan je alle opzoekingen doen in GreenOak. Patiënten, artsen, specialiteiten, chemicaliën, verhuurde artikelen en klanten. De precieze werking van deze zoekfunctie zal je aan de hand van de oefeningen gaan leren. De functieknoppen gebruik je om vooraf het type aflevering te selecteren. Vrije verkoop, aflevering op voorschrift en voorschrift verschuldigd. Op deze plaats in het scherm verschijnen de verschillende productlijnen. Bij meerdere type afleveringen binnen één kastticket verschijnen er meerdere tabbladen onder elkaar. Onderaan verschijnen gegevens die bij de geselecteerde aflevering of productlijn horen. Je ziet aan de lichtblauwe kleur van het tabblad welk is geselecteerd. Hier is een samenvatting van de gegevens van de geregistreerde patiënt te zien. Eventueel gekoppelde patologieën van de geregistreerde patiënt worden in deze zone getoond. Hier staan de gegevens van de geregistreerde arts. Op deze plaats verschijnen automatische meldingen vanuit de farmaceutische zorg, waaronder advies, interactie en contra-indicatiemeldingen. In de zone posologie wordt de Delphi-posologie weergegeven. Een eventuele eigen posologie wordt hier ook zichtbaar. Hier zie je de verkoopstatistiek van het geselecteerde product, de wettelijke code en bestelstatus, alsook de eventuele vervaldatum en plaatscode. In deze zone staat aanvullende informatie over de aflevering. Van hieruit kan je de status van de aflevering wijzigen, van bijvoorbeeld aflevering op voorschrift naar voorschrift verschuldigd. In deze demonstratie wordt getoond hoe je een vrije verkoop doet. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. Om een vrije verkoop te beginnen, klik je op de knop F1, Vrije verkoop. In het tabblad zie je het icoon van vrije verkoop. Scan het product door de muis ingedrukt te houden en zo het product naar de scanner te slepen. De scanner ligt op wanneer je het artikel op de juiste plaats houdt. Laat de muis los, de barcode wordt gescand. Je hoort een piep als de barcode goed is gelezen. Dat is dan €7,99, alstublieft. Hier staat nu het totaalbedrag. Ja. Sluit de aflevering met ticket door op de knop ticket te klikken. Het afleveringsscherm is nu helemaal leeg. Daaraan kan je zien dat de verkoop is afgesloten. Geef het kastticket aan de patiënt. Sleep hiervoor het ticket naar het dialoogvenster en laat het daar los. Alsjeblieft, uw kastticket. Dank u. Bedankt meneer, een prettige dag nog en tot ziens. Dank u wel, tot ziens. Tot zover deze demonstratie. Deze patiënt is bekend bij de apotheek. Registreerde verkoop op naam. Goedemiddag mevrouw. Goedemiddag. Je bent bezig met een vrije verkoop. Start vrije verkoop. Klik op F1 vrije verkoop. Je bent bezig met een vrije verkoop. Zoek de patiënt op in GreenOak. Tip de patiëntnaam en klik op de regel van de patiënt. Dat is dan €8,45, alstublieft. Oké. Alstublieft, uw kastticket. Bedankt. Bedankt mevrouw. Een prettige dag nog en tot ziens. Tot ziens.